Maandag 6 september was het een bijzondere dag voor 12 kerstverse spelers van NEC. Ze werden als heuse sterren gepresenteerd door NEC voor de bijzondere eredivisie. Ja, wij hebben een 12-tal spelers hebben wij mogen contracteren voor de bijzondere eredivisie. Dat hebben we hier bij NEC gedaan in de setting zoals we dat eigenlijk ook altijd doen bij de echte jongens uit de selectie die wij contracteren. En op die manier omarmen wij deze kinderen in de NEC-familie en mogen zij uitkomen voor NEC in de bijzondere eredivisie. Ja, wat is de bijzondere eredivisie nu? Ja, dat is een competitie die is opgezet om kinderen met beperking toch vanuit de kans te geven om vanuit een profclub te gaan voetballen. Iedereen verdient die kans, vinden wij. En daarom doen wij ook vanaf dit jaar mee. En ja, die gaan in vijf toernooi vormen als het ware. Op vijf zondagen gaan die tegen elkaar voetballen. Er is ook een editie hier in Nijmegen. En de andere edities, daar gaan wij naartoe met de echte NEC-spelersbus om de kinderen zo'n echt mogelijke profvoetbalervaring te geven. En hoe gaaf is dat, dat je bij NEC mag voetballen? Ja, dat geeft mij een ontzettend goed gevoel. Wie is dan je groot voorbeeld bij NEC nu? Ja, Jeffrey Leeuwenke-Bessie of Navrone de Voorts. Allebei wel hele goede spelers. Je hebt net ook een contract getekend bij NEC. Hoe is dat? Ja, heel fijn en ook leuk dat het allemaal zo officieel is. En geeft me alleen maar nog meer een fijn gevoel om hier te beginnen. Hey, en waar speel je zelf het liefst? Het liefst rechtsbuiten of rechtsachter. Kun je ook even uitleggen hoe belangrijk het eigenlijk is voor deze groep kinderen dat ze dan ook bij dit soort clubs gewoon ook een kans krijgen? Ja, nou ja, goed. Je hebt het net zelf gezien. De glimlach die de kinderen hadden toen ze het contract ondertekenden. De trots wat ze geeft om bij NEC te voetballen. Ze hebben het er al weken over. Ik hoor het en ik zie het overal. Ook nu weer merkt je gewoon dat ze enorm enthousiast waren om te voetballen voor NEC. En dat doet gewoon voor deze kinderen heel veel om in een NEC-shirt te mogen voetballen. En die kans willen we ze graag bieden. Dus we zijn heel blij dat we dat kunnen aanbieden. En het is prachtig om te zien hoe enthousiast ze zijn. En ik raad echt ook iedereen aan op een moment dat het toernooi hier is, dan zullen we dat ook communiceren om even te komen kijken. Omdat het is echt geweldig om dat enthousiasme van deze kinderen te zien.